Goedemorgen allemaal. We gaan weer een dicté maken. Vandaag staat het dierendicté op het programma. We gaan er iets moois van maken. Iedere keer krijgen jullie van mij een dier te zien en dat dier schrijven jullie op. Wat komen we allemaal tegen? De korte ei en de lange ei, de atje-au en de otje-au, eeuw, ieuw, uw woorden, eer, oor, eur woorden. Eindigt een woordje op een t of een d. We komen de oe tegen en de sch. Het eerste woord is tijger. Schrijf op tijger. Denk goed na, komt die voor op het eiplaatje van het eiverhaal en de eirep? Of heb je misschien een keertje gelezen in een boek? Goed nadenken, het woordje tijger. Jullie weten, je kunt altijd het filmpje even op pauze zetten, dus we gaan door naar het volgende woord. Schrijf op pauw. Komt die op de au-plaat voor of in de au-rep? Goed nadenken of je het woord een keer gelezen hebt en welke atje-au of otje-au werd toen gebruikt. Schrijf op pauw. Het volgende woordje. Leeuw. Heel goed luisteren. Leeuw. Een erg stoer beest, zoals jullie zien. Leeuw. Deze is gevaarlijk genoeg. Hij kijkt niet echt heel vrolijk. Je zou bijna willen opschrijven brombeer. Maar je hoeft alleen maar beer op te schrijven. Schrijf op beer. Soms hoor je iets, maar schrijf je het anders. Denk daar goed aan terug, jongens. Beer. We gaan door naar de volgende. Nou, hij is bijna om te aaien, maar ja, hij is best erg gevaarlijk. Gevaarlijk. Raar, wat is dit? We noemen dit grote beest een nijlpaard. Schrijf op nijlpaard. En daar zitten twee categorieën in waar je heel erg goed moet naar luisteren. Nijlpaard. We gaan door naar de volgende. En anders zet je hem even op stop. Nou, dit is wel een heel spookachtig beest. Wie of wie weet wat het is? Diep in de zee. Eet daar van alles. Woont daar ook. Het is een inktvis. Schrijf op inktvis. Inktvis. Heel apart. Nou, dit is een heel kort woordje. En toch goed nadenken over de klanken. Koe. Ze mogen in de lente allemaal weer heerlijk naar buiten. Sommige boeren die zetten dan ook een filmpje op internet hoe hun koeien al springend en dollend weer lekker de wei ingaan. Deze koe staat al heerlijk in de wei. Schrijf op koe. Nou, deze ziet er nog erg schoon uit. Maar vaak houden ze juist enorm van modder. We noemen dit beest een varken. Schrijf op varken. Varken. Schrijf maar op. Hartstikke goed. De volgende. Deze heeft het nog lekker warm. Vaak worden ze in mei, juni worden ze geschoren. En dit is een schaap. Schrijf op schaap. En het lijkt net alsof die twee oorbelletjes in heeft, maar dat zijn zijn registratienummers. Boeren moeten altijd heel goed bijhouden hoeveel schapen ze hebben. En die krijgen dan een nummer. En die worden in de oren geklikt. Schaap. Nou, we hebben al heel wat woordjes gehad. Zouden we er zijn of gaan we nog door? We hebben de laatste. Dit is nummer 10. En je mag opschrijven dolfijn. Dolfijn.
En die springen prachtig uit het water, kun je kunstjes laten doen. Maar zo vrij in de zee is natuurlijk het allermooiste. En daar doen ze eigenlijk ook die kunstjes puur uit zichzelf, omdat ze gewoon genieten van de vrijheid. Schrijf op, dolfijn. En volgens mij hebben ze het ook dolfijn. Dat was, als het goed is, de laatste. En dan gaan we kijken naar de antwoorden. Mag je het zelf weer controleren? Ben je nog niet klaar, dan zet je hem nog even op stop. Kijk nog even goed naar alle woordjes. Ben je zeker dat je heel goed geluisterd hebt? Heb je goed aan de spellingregels gedacht? Dan komen nu de antwoorden. Let op. Tijger, pauw, leeuw, beer, nijlpaard, inktvis, koe, varken, schaap en dolfijn. Dat was het dicté van de dieren. Ik hoop dat je dit leuk vond. Tot de volgende keer. Doei doei!